Het NOLA Hatterman Instituut heeft vandaag 2 afgestudeerden afgeleverd voor het studiejaar 2021-2022. Het gaat om Gillian Geldorp en Leon Sisa, die zich de afgelopen 4 jaren hebben gespecialiseerd in beeldende kunst. Sunil Puljoen, coördinator op de academie, zegt tevreden te zijn met de groei van deze kunstenaars. Kijk, het gaat namelijk erom. Het gaat om de talenten die je hebt, in dit geval teken, schildertalent. En die proberen wij vorm te geven. Het ligt aan de student uiteindelijk. Wij zijn er hier zo om die vorm te kunnen geven. Maar het moet van de student zelf ook komen. Want het gaat ook om die doorzettingsvermogen. Want als je als student die doorzettingsvermogen niet hebt, kom je er niet door. Dus net als wat ik al eerder aangaf, dat bij een van de studenten de student zelf probeerde op te geven. 3 keren achter elkaar. En uiteindelijk is het toch gelukt om hij heeft kunnen afstuderen. Dus belangrijk is die doorzettingsvermogen. En dat proberen wij studenten die zich inschrijven. Want de inschrijving heeft ook een bepaalde procedure. En tijdens het inschrijven worden studenten zeker alvast ingelicht van wat ze allemaal hier kunnen verwachten. Met het afstuderen is er ook een kunstexpo geopend die loopt vanaf 25 oktober tot 22 november. Waarbij ook de kunstwerken van de afgestudeerden beschikbaar zullen zijn voor verkoop. Voor de afgestudeerde Geldorp heeft kunst een speciale betekenis in het leven. Ik kijk naar die kunstenaars hoe ze hun kunstwerkstuk maken. Het is een soort van een ander stuk van het leven. Het is ook een deel van het leven, maar voor mij is het meer dan lief. Het is het creëren van een andere dimensie die je graag erin wilt gaan spelen. Een van mijn mooiste werken is een beetje abstract, maar het is een Spaanse danser, helemaal blauw geschilderd. Van mijn mooiste werken, ja. Ze vinden het leuk, ze zijn hard werken, het is een beetje mindblowing. Ja. Geldorp zegt er trots op te zijn dat ondanks de uitdagingen die de financieel-economische situatie met zich meebrengt, hij toch is afgestudeerd. De kunstenaar zegt dat het niet de bedoeling is om nu stil te gaan zitten, maar juist te gaan werken aan steeds meer producties.